Welkom bij deze geleide meditatie voor voelen. Voelen wat je voelt, voelen wat er in je lichaam te voelen is, je emoties, hoe die zich uitdrukken in het lichaam en ook wat er zich allemaal wil laten voelen in jouw hart. Dus dit is een heel, nou ook helende meditatie voor iedereen die wel eens heeft gehoord dat bepaalde gevoelens niet welkom zijn. Alle gevoelens zijn welkom. Alle gevoelens zijn welkom. Goed, ga er lekker voor zitten. En als je er klaar voor bent, sluit dan je ogen. Liggen kan trouwens ook. En kom dan ten eerste aan op de plek waar je bent gaan zitten of liggen. Breng al jouw bewustzijn toe naar het feit dat je hier in meditatie bent. In stilte afwachtend op wat er mag gaan komen. Voordat we beginnen met voelen, zet alsjeblieft nu de intentie voor jezelf dat je met zoveel liefde en openheid bij jouw gevoelens wil zijn, als voor jou maar mogelijk. Heel goed, dan gaan we beginnen. Je mag indalen in je gevoel, in je hart, in je lichaam, in je geest, je ziel. En dan mag je voelen wat er zich allemaal gevoeld wil laten worden. Dus misschien is het voor jou heel opvallend dat er een knoop in je maag zit. Misschien voel je druk op je borst. Misschien voel je boosheid in je leven of verdriet. Of misschien wel verwarrende gevoelens die je niet precies kan plaatsen. Vlieg alles met een bepaalde nieuwsgierigheid aan. Alles is welkom en alles mag gevoeld worden. En soms komen er gedachtes over de gevoelens. Het is helemaal niet heel erg. Soms zijn het ook hartstikke fijne en mooie inzichten. Dus je mag ze wat laten zijn. Of je mag ze juist rustig voorbij laten drijven als wolken aan de lucht. Terugkeren bij je gevoelens.
En misschien krijg je wel allemaal vragen. Zoals, is dit eigenlijk wel een gevoel? Wat is precies een gevoel? Wat zijn emoties? En maak je daar niet al te veel druk om. Waar het nu om gaat, is dat je bij jezelf aanwezig bent. En even op jezelf afstemt. En misschien voel je wel dat emoties komen en ook weer gaan. Dat is vaak het geval, want emoties, zeker wanneer we ze voelen, stromen ze vaak door. Ons gevoelslandschap is als een altijd veranderende rivier. Op het moment dat jij ook al jouw negatieve gevoelens durft aan te kijken, ben je dapper, moedig en ben je helend bezig. Dus als je tot nu toe al iets negatiefs hebt gevoeld, dan wil ik je feliciteren. En dan is het tijd om langzaam af te sluiten. Je mag terugkomen met je gewaarzijn bij de ruimte waar je in bent. Je mag je tenen en je vingers wat heen en weer wiebelen. Je lichaam wakker maken. Dan wanneer je er klaar voor bent, open je rustig weer je ogen. Welkom terug. En ik zie je heel graag in een volgende meditatie.